Zo. Goedemorgen allemaal. Ja, jullie zien mij hier ook een beetje mieren met een apparaatje, maar mijn stopwatch, zodat ik weet hoe lang ik aan het woord ben. Dat is heel praktisch. Ik wou beginnen te lezen in Psalm 122. Psalm 122. Psalm 122. Een lied van Hama'alot van David. Ik verblijd mij in degenen die tot mij zeggen: wij zullen in het huis des Heren gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren, tot de getuigenis Israëls, om de naam des Heren te danken. Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis Davids. Bid om de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Vrede zij u in uw vesting, wel varen in uw paleizen. Om mijner broederen en mijner vrienden wil zal ik nu spreken, vrede zij in u. Om des huizes des Heren onze Gods wil zal ik het goede voor u zoeken. Een bekende psalm met daarin een hele bekende uitspraak. Iets wat wij heel vaak elkaar zeggen. Wat vaak wordt gezegd, bid voor de vrede van Jeruzalem. Dat is inderdaad ook een heel belangrijk gebed, want wat ik hier net las, en ik zal het zo vers voor vers doorlopen, dat gaat over een toestand op deze aarde, wanneer er werkelijk wereldvrede is. Universele vrede. Eerst voor 1000 jaar, dan wordt de mensheid weer getest, dan wordt de duivel losgelaten, en dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Met Jeruzalem en het nieuwe Jeruzalem, een stad die dan in het heelal hangt, als middelpunt van het universum. Dan is er universele vrede. Wij zien elke dag in media, in kranten, televisie, noem maar op, mensen die uitroepen: was er maar vrede. Er zijn vele mensen op deze aarde geweest die worden geroemd om een poging om vrede binnen te brengen. Het wordt heel vaak gezegd, en het zal nog heel vaak worden gezegd deze week hier onder elkaar: als je een opnieuw geboren ziel bent, dan weet je dat een mens die op deze aarde wil proberen vrede te bewerkstelligen, ja, eigenlijk een utopische religieuze sneuneus is. Als je nou na al die duizenden jaren nog niet snapt dat het ons niet gaat lukken om vrede op aarde te brengen, ja, dan heb je niet goed geschoten. Ik ga het hebben over vrede. Ik ga het ook wat hebben over hele grote vredes, waar mensen in het verleden mee dachten eindelijk oorlog te hebben uitgebannen. En altijd mislukte het weer. Maar laat ik eerst nog eens even kijken naar deze psalm. Vers 1. Een lied van Hama'alot van David. Ik verblijd mij in degene die tot mij zeggen: we zullen in het huis des Heren gaan. Dat huis daarmee wordt bedoeld Jeruzalem. Zoals valt af te leiden uit vers 2, 3 en vers 6. Die stad daar in het Midden-Oosten. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Een stad die wel deugt. Een stad die in het duizendjarig rijk de middelpunt is van deze wereld. Waar iedereen naar opkijkt. Of ze het willen of niet willen. Iedereen zal naar Jeruzalem kijken van: wat gebeurt daar? Nou, heb je mensen die kijken naar de bazen van Amerika, de bazen van China, de bazen van Rusland, of wat voor zetbaasjes het allemaal maar zijn. Dan kijkt iedereen naar de enige ware baas. En je kunt het er mee eens zijn of niet mee eens zijn. Zijn wil geschieden. En dan weet je in ieder geval dat het goed is en dat het deugt. Vers 4. Waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren, tot getuigenis Israëls, om de naam des Heren te danken. Er is weer een situatie hersteld, zoals ooit in het verleden is afgesproken met het volk Israël, dat ze 3 keer per jaar zullen opgaan naar Jeruzalem. Deuteronomium 16, vers 16. Deuteronomium 16, vers 16. Driemaal in het jaar zal alles wat mannelijk onder u is, voor het aangezicht des Heren uw Gods, verschijnen in de plaats die hij verkiezen zal. Op het feest der ongezuurde broden en op het feest der weken en op het feest der loofhutten. Maar het zal niet ledig voor het aangezicht des Heren verschijnen. In die tijd waren ze nog
reizende in de woestijn, maar de plaats die de Heer verkiezen zal. En het is dus nu Jeruzalem. En ooit zal die situatie worden hersteld dat men opreist naar die stad. En de rest van de wereldbevolking die dan mag leven, hè, die de grote verdrukking hebben overleefd, niet op grond van hun rechtvaardigheid, want ze zijn allemaal verloren in hun zonde, in een grote verdrukking, mensen die Jezus niet hebben aangenomen. Maar op grond van hoe ze Israël hebben behandeld, mogen ze door of niet door. En zo heb je heel veel mensen die nog verder mogen op deze wereld en ook kinderen zullen krijgen al. Maar die leven niet uit geloof, die leven gewoon uit gehoorzaamheid. Zacharia 14 vers 16. Zacharia 14 vers 16. En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen, hè, overgeblevenen van de heidenen, dat wordt onder andere verteld in Joël 3 of in Matthäus 25, het oordeel voor de troon der natiën, de verloren zielen die toch door mogen gaan aan het einde van de grote verdrukking, de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de Heer, de Heerscharen, en om te vieren het feest der loofhutten. Want hij is dan gewoon de wereldse koning. Ja. Hij is nou het hoofd van de gemeente. Hij is onze redder en onze verlosser. Hij is de bruidegom, wij zijn de bruid. Maar dan is hij ook koning over deze aarde. Vers 5. Want daar zijn de stoelen des gerechts gezet, de stoelen van het huis Davids. Dat verwijst onder andere naar de 12 tronen van de 12 stammen in Matthäus 19. Matthäus 19. Matthäus 19, vers 28. En Jezus zeide tot hen, voorwaar ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijn heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Dus je hebt die stad Jeruzalem in het duizendjarig rijk, waar dan ook die 12 tronen staan om Israël te oordelen. En dan wordt hierna verwezen in deze psalm. Vers 6. Bid om de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Er is pas vrede op aarde als de Heer vrede vanuit Jeruzalem verbreidt. Het is gewoon niet anders. We hebben hem nodig. Alles wat God aan ons overlaat, verprutsen wij. Het is gewoon niet anders. Heel lang geleden gelukkig, toen ik leerde om de Bijbel gewoon elk jaar gewoon door te lezen, toen kwam ik tot de conclusie, wij verprutsen alles. Het loopt pas goed af als de Heer het doet. En het helpt gewoon om in die zin in afwachting en afhankelijkheid van hem te wandelen. Dat is helemaal haaks op deze maatschappij. Hè? Want sinds de jaren 50, 60 word je als kind niet meer geleerd van houd je fatsoen en doe je best. Nee, word je geleerd wees assertief en kom altijd eerst op voor jezelf. En daarom hebben we ook een natie vol met egootjes die het allemaal beter weten. Als je kijkt in Psalm 76 vers 3... En in Salem is zijn hut en zijn woning in Sion. De Heer verblijft in Jeruzalem. Micha 4. Ja, ik doe even snel een paar versen. Micha 4. Micha 4 vers 2 en 3. En vele heidenen zullen heen gaan en zeggen, komt en laat ons opgaan tot de berg des Heren en ten huize van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen en wij in zijn paden wandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal onder grote volken richten en machtige heidenen straffen tot verre toe. En ze zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkels. En het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen en ze zullen een krijg niet meer leren. Dat van die zwaarden en spiezen die tot landbouwwerktuigen zullen worden omgesmeed. Dat staat op, als motto in de hal van de Verenigde Naties. Omdat ze dachten dat ze dat in 1947 zelf konden. Nou, we zijn nou
bijna 80 jaar verder en er is nog nooit een dag geweest met minder dan 40 gewapende conflicten op aarde. Met gemiddeld nog altijd 3 miljoen doden per jaar. Niet de grote oorlogen zoals je in het nieuws krijgt, zoals in Syrië of in Oekraïne. Maar er zijn heel veel kleine conflicten die ook helemaal niet interessant genoeg zijn om in het nieuws te brengen. En wat heb je meegekregen de laatste 40 jaar van de oorlog in Oost-Timor, waar praktisch de hele bevolking is weggevaagd. Er is al een tijdje is daar vrede gesloten. En zo gaat het maar door. Oorlog is een van de grootste hobby's van de mensheid. Het voornaamste organisatiemotief voor mensen is oorlog voeren. Je kan pas mensen laten samenwerken als ze oorlog voeren. Iemand die strijdt is een krijger. En iemand die met z'n allen gaat organiseren en een strategie gaat bedenken om strijd te voeren is een soldaat. En vanaf dat moment ook in geschiedenis, dan ga je zien, dan zegt men van, dan heb je niet meer een groep mensen in een stam die elkaar de hersens inslaan als krijgers. En als ze winnen, dan krijgen ze de spullen van een ander. Nee, dan zie je, dan ontstaat er een beschaving, want dan zijn het soldaten. Oorlog is een van de grootste beschavingsaanwijzingen voor de menselijke geschiedenis. Dat je het maar weet. Haggai, nummer 2, Haggai 2. Haggai 2, vers 10. De heerlijkheid van het laatste huis zal groter worden dan die van het eerste, zegt de Heere, de Heerscharen. En in deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere, de Heerscharen. Hij brengt echte vrede. Hij brengt eeuwige vrede. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Dat doen we ook. Dat hopen we ook. Dat kun je alleen maar hopen. Want wij weten dat als die vrede van Jeruzalem is aangebroken, dat de grote verdrukking voorbij is. Wij weten dat we al lang bij hem zijn, omdat we zijn opgenomen. We weten dan dat de ellende op deze aarde voorbij is. En we weten dan ook dat Israël niet meer wordt vervolgd, maar dan weer in het verbond met God is hersteld en met hem over de aarde zal heersen. En die enorme stroom van onzin die je iedere dag maar hoort over het Joodse volk, dan eens een keer ophoudt. Mensen zijn jaloers op Joodse mensen. Er wordt altijd gezegd in Nederland, je hebt twee zekerheden. Je moet belasting betalen en je gaat op een dag dood. En dan zeg ik er altijd wel eens bij, ja, en mensen haten Joden. Dat doen mensen. Mensen hebben een hekel aan het Joodse volk. Want ze weten van nature, zij zijn uitverkozen, ze zijn bijzonder. Vers 7 tot en met 9. Van Psalm 122. Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleis. Om mijn broeder en mijn vrienden wil zal ik nu spreken. Vrede zij in u, om des huizen des Heren, onze Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken. Dan is alles pais en vrede, om het zo te zeggen. Dan is alles goed. Wij echter zitten nu in een situatie zoals beschreven staat in Matteüs 24. Matteüs 24. Wat in eerste plaats rechtstreeks geschreven is voor het Joodse volk destijds. Maar het is de tijd waarin we nu zitten. Matteüs 24, en ik denk dat jullie allemaal die tekst wel gehoord hebben. Vers 6 tot en met 9. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk zal tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verschillende plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. En dat is een verwijzing naar die grote verdrukking die komt, waar het Joodse volk dan nog zwaar zal moeten lijden. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden. En gij zult gehaat worden van alle volken om mijn naams wil. Nogmaals, dit gaat over het volk Israël, niet over de gemeente. De gemeente is dan al van deze aarde. Maar die situatie zoals beschreven staat in vers 6 en 7. Er zijn oorlogen, er zijn geruchten van oorlogen. Er zijn natuurrampen, er is altijd wel wat los. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Het is gewoon niet anders. Dus het heeft de mens bedacht. En je kan het ook niet kwalijk nemen. Ik weet nog wel een keer, heel lang geleden, het zal 30 jaar geleden zijn, toen was er een broeder die zei, Ludwig van Beethoven, die componist, en het is denk ik niet een opnieuw geboren mens geweest, dat je kan wel zien dat hij heel fout was. Waarom dan?
Nou, die 9e symfonie van hem, dat gaat wenn alle mensen brüder werden. Dat is notabene het volkslied van Europa, dat weten we. Hè? Dat is onze nationale hymne, jarenlang. Als alle mensen broeders worden. Daaruit blijkt wel dat het een hele foute man was. Ik zei, ja, je kan het iemand niet kwalijk nemen dat hij vrede wenst voor zichzelf. Ludwig van Beethoven, die woonde in het Rijnland. En dat was een doortrekgebied van het Franse leger onder de tijd van Napoleon. En Napoleon met zijn Grand Armée, die had altijd een kernleger van ongeveer 250.000 man. En Napoleon had nogal een onrustige natuur, die zich thuis verveelde. Die moest altijd een beetje oorlog voeren. Dus, en dat moest altijd meer door het Rijnland heen, bij Bonn voorbij, waar Ludwig van Beethoven woonde. En Franse soldaten, daarom was het leger ook zo snel, moesten leven van het land. Dus er werd niet voorzien in proviant. Franse soldaten van de La Grande Armée kregen gewoon mandaat om overal voedsel te stelen. Daarom zagen mensen dat leger liever gaan dan komen. Want als ze bij jou voorbij waren gekomen, was jouw provisiekast leeg. En Ludwig van Beethoven, die ziet het allemaal. Hij was eerst een groot fan van Napoleon. Want hij denkt, dit is de grote vredebrenger die één vredevol Europa zal brengen. Maar na jaren ziet hij wel, het is niks anders dan oorlog. En er zijn al miljoenen mensen gestorven. En dan uiteindelijk, als Napoleon ook al dood is, dan schrijft hij nog de laatste grote symfonie, de 9e. En dan heb je uiteindelijk een heel deel met een groot koor. Wenn alle Menschen Brüder werden. En dat zal allemaal wel. Hij wenst natuurlijk die vrede. Maar je kan het ook natuurlijk begrijpen dat iemand dat wenst. Ik kan me oprecht voorstellen dat heel veel mensen hopen in deze wereld dat het eens een keer vrede wordt. Zeker als jij op je eigen land de vreselijkste dingen hebt meegemaakt. Maar mensen hebben altijd geprobeerd om zelf vrede binnen te brengen. Zoals bijvoorbeeld tussen het Romeinse Rijk en het Perzische Rijk, die waren aan elkaar gewaagd, was een enorme oorlog. Die heeft eeuwen en eeuwen geduurd. En uiteindelijk was er weer, het West-Romeinse Rijk viel, het Oost-Romeinse Rijk bleef over. Hoofdstad was Constantinopel, dat heet tegenwoordig Istanbul. Daar lagen ook heel veel manuscripten van het Nieuwe Testament, de meeste eigenlijk, van de Goede Bijbel. En die oorlog met die Perzen gaat maar door. En het werd op een niveau gevoerd van kruisbogen. Daar had je van die Perzische ridders helemaal in metaal gekleed. Met kruisbogen met 5 pijlen die achter me konden worden afgeschoten vanaf een paarden. Die Romeinen hadden Grieks vuur. Die ze schoten met vlammenwerpers terug. En op dat niveau werd er oorlog gevoerd. Heel geavanceerd. Op een gegeven moment hadden de Perzen een verbond gesloten met de Bulgaren. Dus uit het westen vielen de Bulgaren aan bij het Romeinse Rijk. In het oosten had je die Perzen. Het was crisis. En de Romeinen hadden gezegd, we zetten nu alles op alles om eindelijk eens een keer van die oorlog af te zijn. En in het jaar 629, toen de Perzen helemaal vernietigd waren, alle jonge mannen dood waren, het Romeinse Rijk helemaal doodgebloed was, hadden ze eindelijk in de slag bij Nineveh de Perzen totaal vernietigd. En toen werd er een vrede gesloten, de eeuwige vrede. Eindelijk was er vrede, zeiden de Romeinen. Eindelijk kunnen we de vruchten genieten van de enorme welvaart, rijkdom en hoge cultuur die wij hebben. Eindelijk is het over. En ergens in het zuiden, in die zandbak van Arabië, was een jonge man. Die had een visioen gekregen, beweerde hij, van een of andere Allah. En die ging met een aantal Arabieren op pad. En die ging een nieuw rijk veroveren voor zijn religie, de islam. En alle rijken die hem hadden kunnen stoppen, die waren doodgebloed. In 636 stonden in één keer aan de grens van het Romeinse Rijk bij de Jarmoek-rivier, dat is bij Damascus in de buurt, bij de Golanhoogte, stonden gigantische hordes Arabieren en het Romeinse leger had geen idee wat hen overkwam. Die zeiden van, ach, die Arabieren die hebben nooit iets kunnen doen, dat verslaan we wel. Maar er ontstond een veldslag, die heeft ongeveer een week geduurd, echt op een enorme schaal. En aan het einde van die week was het Romeinse Rijk weggevaagd en provincie na provincie werd door de islam veroverd. En zo kwam het Romeinse Rijk in de volgende crisis, die een paar honderd jaar duurde. En toen kwamen ze wel weer in een andere crisis, en weer een andere crisis, tot uiteindelijk in 1453 dat land ophield te bestaan. Eeuwige vrede, je kan het hopen, maar het lukt gewoon niet. In de laatste dagen in deze laatste dagen waarin we nu leven, is de hele wereldbevolking overstuur als er weer eens iemand overlijdt die iets zou hebben betekend voor de vrede. Toen ik deze preek voor het eerst uitsprak, toen was Nelson Mandela net overleden en de wereldbevolking wanhoopte. Hoe moet het nou? Want hij gaf tenminste nog hoop. Hetzelfde werd gezegd toen Mahatma Gandhi werd vermoord. Of toen Martin Luther King werd doodgeschoten. Of toen president Kennedy werd doodgeschoten.
allemaal mensen waarvan wij hoopten, of waar de wereldbevolking van hoopte, dat ze vrede en hoop konden binnenbrengen. Het zijn trouwens ook allemaal mensen die ik net heb genoemd, waar je vervelende dingen over kan vertellen die helemaal niet zo goed passen in het plaatje. Wereldse helden hebben vaak niet echt een schoon blazoen, want perfecte mensen bestaan niet. We zijn allemaal verloren zondaars en derven de heerlijkheid Gods. Blijvende vrede kan een mens niet op deze aarde brengen. Het lukt niet. We zouden het willen, het kan niet. Want wat is ook weer onze situatie? Kijk eens in Romeinen 3. Ik haal het net al even aan. Romeinen 3, vers 9. Wat dan? Zijn wij uitnemende? Ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Alles zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Dat is de mensheid. Dat is de mensheid anno 2020 net zo goed. Waarom zijn er krijgen en vechterijen onder u? En staat in Jacobus 4 vers 1. Ik zoek het niet op. Ik zal het nog eens een keer aanhalen deze week. Omdat jullie zondaars zijn. Krijgen en vechterijen. Ik weet nog in eind februari, dat was rond mijn verjaardag, trakteerde ik mijzelf op een fijne preek over oorlogvoering. Want ik doe dat nou wel, maar dat doe ik echt niet normaal hoor, door het jaar heen. Maar ik zei, het is mijn verjaardag, dus ik ga preken over de oorlog in Oekraïne. En toen haalde ik dus Jacobus 4 vers 1 aan. Krijgen en vechterijen. Ik heb het gisteren ook al even gezegd, wat mij nou verbaast is het enthousiasme nou onder de mensen hier om weer te gaan bewapenen en met een oorlog bezig te gaan, alsof het een feest is. En mensen leren niet van de fouten, dat zei ik al gisteren, maar ik weet nog in februari, en die opname van die preek die staat nog op internet, dus als je het niet gelooft, zoek het maar op de website. Toen heb ik al gezegd, nou dan komt er oorlog mensen, wat denk je dat het nou gaat gebeuren? Met oorlog heb je altijd schaarste. Landen worden niet bewerkt. In- en uitvoer in een open economie loopt allemaal stil. Voedsel wordt duurder. We krijgen last van nog meer inflatie. We krijgen last van nog meer energieproblemen. En dat hadden we al natuurlijk. Want soms denk je wel eens, dan zit je naar een film te kijken. En dan heb je een plot en denk je van, ja leuk het is film, maar dit is zo ongeloofwaardig. Ik heb de laatste 20 jaar met verbazing staan kijken. Nord Stream 1, Nord Stream 2, grote pijpleidingen door de Oostzee met gas uit Rusland. Oh jee, als er een crisis komt, dan krijgen we vast geen gas van Poetin. Wie ziet dat nou aankomen? Ik heb er met jaren met verbijstering zitten kijken. In Europa hadden ze ook al een gevoel van, dit komt vast niet goed. Dus toen zeiden ze van, wij kunnen uit de Verenigde Arabische Emiraten kunnen we nog veel goedkoper gas krijgen dat geschikt is voor ons. Dus er moest een pijplijn komen door Jordanië, door Syrië. En toen brak er in één keer een grote burgeroorlog uit in Syrië. En Rusland is een goede bondgenoot van Syrië en die had er absoluut geen belang bij dat wij gas daar gaan kopen, want we moeten het uit Rusland halen. En zo geschiedde. En wij staan er naar te kijken en je ziet het gebeuren. En mensen die daar een beetje op letten, die zeggen van ja, dat is er aan de hand. Een van de voornaamste motieven over die grote slagpartij in Syrië is dat Europa geen gas gaat kopen. Want wij moeten dat uit Rusland halen. En hij kan het heel strategisch gebruiken. Nou goed, jullie snappen mijn punt. We praten vaak over grote complotten en we weten de grote meester achter alle complotten is de duivel. En die is heel geraffineerd en je hebt hele slechte mensen in deze wereld die van heel veel slechte dingen heel precies weten hoe het allemaal in elkaar zit. Dat weet ik ook wel, alleen wij kunnen het niet vaak duiden. Maar één ding weet ik wel, een mens zit vaak ook gevangen in zijn omstandigheden. We staan erbij te kijken en we kunnen het niet veranderen. En mensen zijn vaak helemaal niet zo geraffineerd en briljant. En ze tuinen er altijd weer in hun eigen zelfde domme fouten. Misschien kun je ook wel zeggen, misschien moeten ze gewoon die oordelen van de Heer ondergaan die ze verdiend hebben. We willen graag dat het allemaal anders gaat, maar de Heer zegt, nee, jullie hebben mijn woord in de steek gelaten. Jullie willen niks van mij weten. Ik ga jullie niet zegenen met allerlei fijne dingen. Jullie moeten maar een beetje afzien, een beetje lijden.
Ik had het net over die eeuwige vrede met het Romeinse Rijk en die Perzen. Nou, wij staan hier nu in Bakkeveen. Dat ligt in de Friese landen. Je had vroeger in de middeleeuwen altijd een gebied van Noord-Holland tot aan Denemarken. Dat waren de Friese landen. Voor degenen die het nog op school hebben gehad. Vroeger moesten kinderen op school leren over de Hoekse en Kabeljauwse twisten in Holland. En hier in het noorden hadden wij de burgeroorlog tussen de Schieringers en Vetkopers. Een burgeroorlog die ongeveer 200 jaar heeft geduurd. En wat ook veel leed meebracht in deze gebieden. En uiteindelijk wist men dan een vrede te tekenen. De Vrede van Groningen in 1422. Toen was de grote Friese oorlog voorbij. En hadden ze altijd van die hele mooie eden die men zwoer om vast te leggen dat het ook zou moeten gaan gelden. En hier in het noorden werd dan al gezegd, deze vrede zal gelden zolang de wind waait en het water stroomt. Dat is een solide pak, hè? Nou, heel veel oorlogbaasjes die hadden er helemaal niet zoveel mee te maken. Die zijn gewoon doorgegaan met moorden, verkrachten en plunderen. Want dat is de mens. Lucas 2. Lucas 2. Lucas 2, vers 14. Heel bekend vers voor mensen die kerkelijk zijn opgegroeid. Eer zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mens een welbehagen. Ere zij God. Dat is een mooi lied om met de kerst te zingen, maar de meeste kerkmensen hebben dat verkeerd toegepast. Waar is die vrede dan, zeggen ze? Die is er nu nog niet. Je leeft in een genadetijd waarin verloren zielen vrijwillig Jezus kunnen aannemen als redder en verlosser. En die vrede van de Heer is hier nog niet. De vrede van Jeruzalem geldt nog niet op deze aarde. Het is nog niet zo ver. Hij moet eerst terugkomen. Zo makkelijk is dat. Wanneer komt het woord vrede voor het eerst voor in de schrift? Dat is in Genesis 15. Genesis 15. Genesis 15, vers 15. Helemaal midden in het hele betoog. Dan zegt de Heer, en gij zult tot uw vaderen gaan met vrede. Gij zult in goede ouderdom begraven worden. En dat wordt gezegd tegen Abraham. Gij zult tot uw vaderen gaan met vrede. Wat is hier nou de Bijbelse definitie die wordt gegeven aan het woord vrede? Hier wordt dat als eerste keer vrede genoemd. Nou, als hij overlijdt, zegt de Heer, zul je dus rust vinden en met een goed geweten naar je voorvaderen gaan. Vrede is rust hebben en een goed geweten. Want we hebben het nou wel, ik heb het nu over een letterlijke oorlog, maar we weten natuurlijk, de goddelozen hebben geen vrede, zegt de Heer een aantal malen in de schrift. Als jij evangeliseert, als jij getuigt, waar dan ook, maar het felste zie je dat als je op straat getuigt, dan zie je dat mensen geen vrede hebben. Dat is een interessante constatering. Dat is ook een hele mooie manier om mededogen te krijgen met mensen. Ja, we staan nu ruim 20 jaar in Groningen te preken. En dan heb je de grootste winkelstraat, is de Herenstraat. Daar stonden we eerst altijd. Die is gebouwd op een heuvel. Dus je ziet die mensen over die heuvel lopen en dan komen ze allemaal op je af met tienduizenden. En zoiets als de Kalverstraat in Amsterdam. En dan kijk je naar die ogen, hè. Bijvoorbeeld mensen hebben weer loon ontvangen, of een hele goede in het voorjaar, hebben ze vakantiegeld ontvangen en dan moeten ze dat geld gaan uitgeven. En dan zie je met die onrustige ogen die mensen allemaal door die straten lopen, geen vrede. Maar ze hopen die dag iets te kopen met het geld, waardoor ze zich weer een beetje lekkerder voelen. Maar geen vrede. Bange ogen, holle ogen, ontevreden ogen, rusteloze ogen, dode ogen, geen vrede. Je maakt mij niks wijs dat die mensen zo vredevol zijn. Ze zijn boos op jou misschien, maar ze hebben geen vrede. Heel veel mensen zeggen eigenlijk helemaal niks tegen jou. Want eigenlijk zijn ze jaloers op een christen, want die heeft blijkbaar iets dat zij missen. Maar ze zijn te trots of te laf om naar je toe te stappen om te vragen wat ze moeten doen. Vrede heeft een mens niet. Die mensen die me praten over vrede, bijvoorbeeld de Dalai Lama, die boeddhistische leider, die volgens sommige mensen zo vredevol is en zo hoopvol is voor de mensheid. Brengt die dan vrede? Die behoort tot een religieuze stroming die andere denominaties in het boeddhisme vervolgt en laat vermoorden. Vredevolle man. En ze trouwen niet, dus in hun systeem is het heel normaal dat kinderen worden misbruikt. Ik ga niet meer in detail treden, het is nog veel gruwelijker. Dat is normaal en eigen aan de boeddhistische Dalai Lama. Dat is heel normaal. Tja. Richteren 6. Laten we naar de schrift kijken. Richteren 6.
Richteren 6. Er wordt een Bijbelgelovige vaak verweten, overigens, dat wij altijd zo als een krijgsknecht praten. Praten over strijd, over botsingen. En het is helemaal niet liefdevol of vredevol. Nee, het is realistisch. In wezen is je leven hier op aarde een leven in een frontlinie tussen engelen en duivelen die proberen zielen te redden of zielen te laten vergaan. En jij mag daar als ambassadeur van de Heer iets in betekenen. En als je nou realistisch praat over deze wereld, is het gewoon een gesprek over oorlogsvoering. Richteren 6, zei ik. Richteren 6, vers 24. Daar zo. Toen bouwde Gideon al daar de Heer een altaar en noemde het de Heer is vrede. En het is nog tot op deze dag in Ofra der Abezerieten. De Heer is vrede. En zo is het. De Heer is vrede. Nico haalde het net al aan, de vrede van Münster of de vrede van Westfalen. Je kunt niet begrijpen hoe belangrijk het was. In 1648 was hier een 80-jarige oorlog voorbij. Die verhoudingsgewijs niet eens zoveel doden heeft opgeleverd uiteindelijk. Omdat, geluk voor dit gebied dat Nederland heet, heel snel de oorlog verhuisde naar Vlaanderen. En daar dat was eigenlijk het voornaamste slagveld. Maar die heeft wel 80 jaar geduurd, met daartussen en daarin ook nog een 12-jarig bestand. Tegelijkertijd had je ook een 30-jarige oorlog in het gebied wat voornamelijk de Duitsstalige wereld is. En dat was voornamelijk een botsing tussen protestantse en katholieke mogendheden. Er waren gebieden waar tot 90% van de bevolking stierf. Zuid-Duitsland, Baden-Württemberg, daar zijn zo ontzettend veel mensen omgekomen dat het eeuwen duurde voordat de bevolkingssamenstelling weer een beetje op peil kwam. Die oorlog was voorbij en toen heeft men in 1648 vrede gesloten. Wij noemen het de Vrede van Münster. In Duitsland noemt men het Vrede van Westfalen. Je kan niet voorstellen hoe opgelucht de mensen waren toen dat voorbij was. Dat kun je echt niet voorstellen. Er ging een enorm licht op. En dat was natuurlijk al in de 16e eeuw, want op het moment dat in 1622 het Nieuwe Testament van Luther uitkomt, ontstaat de Reformatie. En dan gaat al heel snel alles beter in Europa. Maar juist daardoor heeft de Heer ook de zegen gegeven dat protestanten, en dat tussendoor lopen allemaal baptistische christenen, in staat zijn om die katholieken weg te jagen. Maar het heeft een hele hoge prijs gekost. Daarom hebben bijvoorbeeld hier alleen al 2 martelarenboeken. Je hebt een protestants martelarenboek van Harmstedius en je hebt een baptistisch martelarenboek van Tiele van Bracht. Waarin je 10.000 verslagen kan lezen van mensen die stierven omdat ze geloofden in Jezus Christus. En die verslagen kun je gewoon terugvinden in de archieven van de steden hier in Nederland. Ik kan anekdote na anekdote vertellen. Ik ga gewoon even verder. Psalm 29. Psalm 29. Psalm 29, vers 11. De Heer zal zijn volk sterkte geven. De Heer zal zijn volk zegenen met vrede. Als mensen die de Heer heeft uitgekozen de Heer gehoorzaam zijn, dan weten ze ook dat ze een machtige vader hebben die hen, waarvan ze vrede ontvangen. En Israël, als ze gehoorzaam zouden zijn, mochten van de Heer de wereld ontvangen. Dat was al beloofd in Deuteronomium. In Deuteronomium 4 of hoofdstuk 28, lees het zelf maar, er wordt gezegd: als jullie maar gehoorzaam zijn, dan hebben jullie de aarde en de aarde zal jullie dienen. Dan hebben jullie vrede. Daarentegen, als jullie maar niet gehoorzaam zijn, dan lopen jullie dus bij me weg en dan ga je gevaar lopen. Dan kom je in een wereld die jullie haten en dan heb je problemen. Oordeel na oordeel na oordeel. Maar als dat niet zo is, dan hebben ze dus vrede, een zegen van vrede. Terug even weer naar het menselijke gekrioel. 1648 is hier dus dan die grote vrede gesloten van Münster. Ondertussen werd dit landje schathemeltje rijk. De Gouden Eeuw was trouwens al lang begonnen in de 16e eeuw. Na 1580 ging de economie hier zo snel. En zelfs de gewone man die kon ervan profiteren.
En ondertussen werden de oorlogen buiten de landgrenzen maar doorgevoerd. 1648 had je wel de Vrede van Münster. Ondertussen was er altijd ergens wel een oorlog waar Nederland aan mee kon vechten of geld kon verdienen. 1666 werd er weer een vrede gesloten. De Vrede van Kleef. Want de bisschop van Münster, ten oosten van de Nederlandse grens, heb je de stad Münster. Daaromheen had je een heel groot bisdom. En een katholieke bisschop is ook een wereldlijk leider. Hij was dus bestuurder van Münster. En hij was ook een bisschop die dus een mis moest opdragen in een katholieke kerk. Maar hij had de bijnaam Bommenberend hier in dit deel van Nederland. Want die man was verzot op artilleriegevechten. Bernard van Galen was gek op kanonnen. Hij mocht graag schieten met kanonnen op alles wat hij kapot kon krijgen. Dus hij viel Nederland aan. En hij wilde heel eenvoudig Oost-Nederland veroveren. Hij vond dat hem dat toeviel. Dat mislukte hem. Dus in 1666 wordt er een vrede gesloten en Nederland haalde opgelucht adem. Poeh, daar zijn we weer mooi van weggekomen. En men leefde weer vrolijk verder met alle welvaart en rijkdommen die ze hadden verkregen dankzij dit boek. Maar dat waren heel veel mensen al vergeten. Psalm 119. Psalm 119, vers 165. Die uw wet beminnen, hebben grote vrede en ze hebben geen aanstoot. Dus iemand die het woord van God lief heeft, die heeft grote vrede. En die ergert zich aan heel weinig dingen. Dus hou je vast aan Gods woorden, want dat is een baken in je bestaan, dat is een fundament in je leven. Het scheelt je enorm veel ergernis. Prediker 3. Prediker 3. Prediker 3, ik haal het gisteravond even aan. Als je leest de vers 8, hè, alles heeft zijn gezette tijd, zijn bestemde tijd. Prediker 3, vers 8. Dit is wat koning Salomo aan het eind van zijn leven voor bevinding heeft. Koning Salomo, de wijste mens ooit op aarde geleefd, zegt de Heer, heeft tijdens zijn leven behoorlijk schuin gemarcheerd. Hij is ook een type van de antichrist. Aan het eind van zijn leven komt hij tot bezinning. En dan schrijft hij spreuken en hij schrijft prediker, waarin hij eigenlijk opsomt. De mens maakt zich over van alles en nog wat druk. Uiteindelijk is het vaak allemaal loze moeite. Wij denken allemaal dat we origineel zijn en iets nieuws doen, maar alles wat ik zeg en alles wat ik denk is al lang eerder gezegd en bedacht. Alles wat ik hier vertel is al lang eerder gepreekt. Er is niks nieuws onder de zon. En dan zegt hij in vers 8, een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Dat gaat niet over de Heer, dat gaat over de mens. Het hoort bij ons leven. Oorlog voeren hoort bij het leven. We kunnen allemaal nog zo beleiden dat, oh wat vreselijk oorlog. Maar op het moment dat er ergens oorlog uitbreekt, in januari, ik heb dat gezien, daar zie je al die jonge mannen op mijn werk of in de bekende kring of ook onder de broeders. Oh, dat is oorlog. Heb je gehoord, die heeft zich aangemeld voor het Vreemdelingenlegioen daar in Kiev. Oh. En de jonge mannen zijn stiekem eigenlijk, en ik ben een wat oudere jonge man, denk ik, wow, maar dit is wel het echte werk, hè. Met zijn machinegeweren rondlopen en waarschijnlijk word jij dan een raket helemaal aan stukken gereden in een paar seconden. Maar goed, dat is de menselijke natuur. Het is een tijd van oorlog, het is een tijd van vrede. Ik werd in april gevraagd of ik mee wilde naar Overloon, het oorlogsmuseum bij Nijmegen. Want daar hadden ze, dat is een, ik had er werkelijk geen idee. Maar daar hebben ze in de loop der tientallen jaren hebben ze heel veel Duitse panzervoertuigen hebben ze gerestaureerd en die kunnen weer echt rijden. Stuk 3, Stuk 4, und Nashorns, Panther, Königstiger. De kenners weten allemaal waar ik het over heb. Die rijden daar. Ik wist niet wat me overkwam. Ik ging dus mee met twee broeders in de Heer. En we gaan er 's morgens heen met de auto. En ik wist niet wat ik zag. Er waren 40.000 mensen. Het was helemaal uitverkocht. En de dag erna hadden ze nog zo'n verzameling, 40.000 mensen. Er komen dus 80.000 mensen af op dat park. Er is een groot museum, daarbuiten heb je een park. En er rijden dus allemaal mannen. Het zijn ook allemaal van die mannen die allemaal vaak een beetje te dik, allemaal nog van die uniformen aantrekken die ze eigenlijk helemaal niet zo goed passen. En die gaan dan in zo'n ding zitten. En als je wil, mag je geld inleggen, mag je in zo'n panzer mee gaan rijden. Dat kostte €100 of meer. Ik heb met verbazing. Ja, ik vermaak me prima omdat zo allemaal hoe mensen functioneren. En je had een enorme boekenmarkt met tienduizenden boeken alleen maar over oorlog. Ja, dat maakt de mens vrij, dat maakt de mens blij. Niet vrij, blij.
En je had allemaal steentjes waar je onderdelen kon kopen van oude pansers. Dus heb jij nog een wrak in je tuin staan, dan kon je daar weer verder werken aan je droom om dat ding te restaureren. Ik heb echt... Het was een fantastische dag. Want ik ben ook een mens van vlees en bloed. Het was een fantastische dag, maar wat een wonderlijke toestand. Er zijn zoveel belangrijke dingen in het mensenleven. En hier staan mensen te genieten van een aantal voertuigen die in de Tweede Wereldoorlog het leven van duizenden mensen hebben gekost. En de meeste mensen die in die voertuigen zaten zijn een vreselijke dood gestorven. Want een Duitse militair die in een panzer reed, die hadden een hele hoge moraal, maar die zijn praktisch allemaal in het veld gestorven. De overlevingsratio was heel laag. Er is een tijd van oorlog, er is een tijd van vrede. Ja, ik zei al, dit jaar wordt de dag dat de vrede, dat het rampjaar speelde en dat Nederland dat heeft doorstaan. Het had niet veel gescheeld, ik zal er van de week wat over vertellen, dat Nederland bijna was weggevaagd. Want een aantal katholieke naties vonden dat dit land niet mocht bestaan. Dat mocht gewoon niet. Het moest verdwijnen, het moest katholiek worden. Ik kan alleen maar zeggen, met een beetje inzicht in de schrift, dat de Heer niet wilde dat dit land verdwijnen zou. Dus wonder boven wonder, zegt de mensheid, bleef het land bestaan. Heel wonderlijk. Maar die oorlog ging verder. En zo werd dan in 1678 de Vrede van Nijmegen getekend. Met Frankrijk. Die andere landen waren al afgehaakt. De grootste vijand in die hele oorlog was Frankrijk. Met een katholieke heerser, de zonnekoning, zoals hij bescheiden werd genoemd, Lodewijk XIV. En er werd een vrede mee gesloten. Die eigenlijk helemaal niks waard was, want daarna ging men gewoon weer verder met oorlog voeren. En achteraf noemt men dat de 40-jarige oorlog. Een van de grootste oorlogen waar Nederland ooit eens betrokken geweest. Waar Nederland ook het voornaamste en modernste en beste leger had. En andere landen toonden hoe je elkaar naar de eeuwige jachtvelden moest helpen. Hier had je de hoogste belastingdruk ter wereld. Want er moest heel veel geld naar het leger worden gebracht om maar die veldslagen te kunnen voeren. Samen met de andere geallieerden, de Britten, heel veel Duitse natieën, noem maar op. Allemaal vechten tegen die Fransen. Jesaja 57, Jesaja 57. Jesaja 57. Vers 20 en 21. Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee. Want die kan niet rusten en haar water werpen slijk en modder op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Wat ik net ook al aanhaalde, de ongeredde mens kan gewoon geen vrede hebben op deze aarde. Je kan met allerlei surrogaten jezelf wijsmaken dat je vrede hebt, maar ze hebben geen vrede. Ik heb in mijn leven ook al meegemaakt dat bekende of familieleden overlijden en op het eind op een sterfbed hebben ze geen vrede. De gehardste atheïsten zijn aan het eind gewoon doodsbang. Het is gewoon niet anders. Mensen hebben geen vrede. Het is ook niet toevallig dat gelijk dan in hoofdstuk 58 vers 1 staat: roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin en verkondig mijn volk een overtreding in het huis van Jacob hun zonde. Dat is dan toegespitst op het zondige Israël waar Jesaja tegen moet preken. Maar dat is een mooi vers ook voor een straatpreker. Preek de toestand zoals die is aan de mensen. Ze moeten horen wat de uitweg is uit deze kooi, uit deze gevangenis, die uiteindelijk heel warm gaat worden. De poel des vuurs is heet. Ik had het net over die vrede van Nijmegen. Nou, uiteindelijk kwam er dus een 40-jarige oorlog en die werd gesloten in 1713 in Utrecht. En alle ambassadeurs en hoogwaardigheidsbekleders van alle naties die erbij betrokken waren geweest, en die oorlog was uiteindelijk over de hele wereld gevoerd, ook in Azië, ook in Amerika. Je kan al spreken weer van een soort van wereldoorlog. Afgezanten van de hele aarde kwamen naar Utrecht. Zo'n vredesluiter, dat deed je ook niet even in een paar uurtjes. Daar had je maanden voor nodig. Waar allemaal hoogwaardigheidsbekleders met elkaar moesten afspreken hoe dan die grote actes met hele hoge ronkende woorden moesten worden opgesteld. De middenstand voerde wel bij. Die hebben heel veel geld verdiend. Zelfs de Nederlandse prostitutie. Alles strok naar Utrecht, want daar viel geld te verdienen. Daar hebben ze echt enorm veel omzet gedraaid. En bovendien, er was een vrede gesloten. Ik weet nog in 2013... Toen ik de these ook al eens een keer heb gepreekt, toen zei ik van, u heeft natuurlijk allemaal weer bij stilgestaan dit jaar dat we al 300 jaar vrede van Utrecht vieren. Nooit van gehoord, Henk. Nee, want zo betrekkelijk is een menselijke vrede. Zo is het en zo is het niet anders.
Jesaja 59. En ik kijk even naar de tijd. Ja. Helaas kun je zoveel materiaal bij halen dat je er heel lang over kan spreken. De voornaamste hobby, de mensheid. Jesaja 59, vers 8. De weg des vredes kennen ze niet en er is geen recht in hun gangen. Hun paden maken zij verkeerd voor zichzelf. Al wie daarop gaat, die kent de vrede niet. Goddelozen kennen de weg naar vrede niet. En zo bleek het ook. Want die 18e eeuw, wat hadden we gehad? 1756 tot 1763 was er weer een wereldoorlog gaande. Tussen een aantal volken uit Europa die ook in alle koloniën over de hele aarde oorlog voerden. Dat heette de Zevenjarige Oorlog. Nederland deed er eens een keer eigenlijk niet zo in vele mee. Ja, die zullen er veel geld aan hebben verdiend. Want dat was eigenlijk al een doodgebloed land op dat moment. Maar was nog wel heel erg rijk. Maar de bijbelgelovige gemeentes die werden toen heel werelds. En dat leverde uiteindelijk dan weer een oordeel op over dit land in de tijd van Napoleon. Maar toen werd dus de vrede gesloten van Parijs in 1763. Wat ook weer niks waard was, want een aantal jaren daarna heb je de Franse Revolutie en dan heb je Napoleon en dan heb je in één keer in Europa in oorlog op een schaal als nooit tevoren. En uiteindelijk als Napoleon dan bijna de basis van heel Europa, dan sluit je een grote vrede met het tsaar van Rusland. De vrede van Tilsit. Tilsit is een rivier bij Litouwen en in die rivier had je een eilandje. En dat was dan de grens tussen het Russische Rijk en het Europese Rijk van Napoleon. En op dat eilandje sloten het tsaar Alexander en Napoleon een eeuwige vrede. Die wel een paar jaar heeft geduurd, want toen besloot Napoleon om Rusland te gaan veroveren in 1812. Jullie hebben het vast wel eens gehoord, is niet gelukt. Toen was Napoleon weer terug in Europa en van zijn La Grande Armée, van een leger van meer dan 800.000 mensen, ook allemaal Nederlanders, die eigenlijk allemaal kapot zijn gevroren in dat land of dood zijn gegaan aan de gruwelijkste ziektes, zijn er nog geen 150.000 teruggekomen. En al die volken in Europa, die wilden gewoon één ding, weg van die Napoleon. En Napoleon komt terug in Parijs en die zegt van, mensen, ik roep de vrede uit, laten we vrede houden met elkaar. Nee Napoleon, dat gaan we lekker niet doen. Zeiden de Oostenrijkers, de Engelsen, de Duitsers, de Russen, de Nederlanders. Wij gaan weer voor onszelf beginnen en we gaan jou op een eilandje zetten. Daar heeft hij 100 dagen gezeten en toen of een jaar of anderhalf gezeten. Toen kwam hij weer terug, kwam weer aan de macht in Frankrijk. Heeft 100 dagen, is hij weer dictator geweest en uiteindelijk is hij bij Waterloo definitief verslagen. En toen was er weer een grote vrede op het congres van Wenen in 1815, waar men naliet om de Jezuïeten in te dammen. Dus toen kon je al zien, mensen die daar verstand van hadden, konden al zien, de katholieke kerk met de Jezuïetenorde kan in de 19e eeuw, want die waren in de 18e eeuw aan allerlei kanten aangevallen, kunnen weer gewoon overal de macht gaan overnemen. En die hadden al door waar zij dat moesten doen. Amerika, want dat is het land van de toekomst, en Rusland. Daar gaan we het mee doen, want daar kunnen we in de toekomst de wereld mee overheersen. Maar dit congres van Wenen, 1815, dat was een grote vrede. En hoopte men dat daarna er nooit meer een oorlog zou komen. Wij weten dat er alleen vrede is in Jezus Christus. Ja, je kan er heel veel over lezen in de schrift, maar ik ben even aan het afronden. Oorlog na oorlog heb je in de 19e eeuw. Dan heb je een oorlog tussen de Fransen en de Duitsers in 1870. De Fransen worden dan gruwelijk verslagen. Dan heb je in 1871 de Vrede van Frankfurt. Die wordt dan gesloten in Versailles. Dus de Duitsers sluiten een vrede in Versailles. En roepen daar ook de Duitse eenheidsnatie uit. Om zo de Fransen nog even extra te vernederen. Waardoor je eigenlijk al wist van de komende oorlogen. Die gaan weer gewoon op hetzelfde punt verder. Dus er kwam een Eerste Wereldoorlog. Toen kwam een Tweede Wereldoorlog. En toen werd het moorden pas echt op echt grote schaal gevoerd. De natuurlijke mens, zegt de schrift, die kent geen vrede. Romeinen 8. Romeinen 8. Romeinen 8. Romeinen 8 vers 6. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Jij bent opnieuw geboren. We hebben een dubbele natuur, we hebben een geest en een ziel, maar we hebben ook ons oude vlees. En als we met het vlees denken, ja, dat is de dood. Maar de dingen die je in de geest doet, dat is leven en vrede. Maar stel je nou eens voor, die wereld die nog niet gered is,
die weet gewoon niks beter te bedenken dan uiteindelijk altijd weer met een heilige of gerechtvaardigde oorlog te komen om wereldvrede te brengen. Mooie contradictie, hè? Al die legers op aarde die op hun koppel hebben staan, God is met ons. God meet ons. Allemaal hebben ze God aan hun kant. En daarom heb je ook altijd heel veel cynische mensen op aarde die zeggen, ja, jullie christenen, jullie hebben allemaal jullie God op voor jullie karretje en ondertussen voeren jullie maar oorlog. Ja, maar een bijbelgelovig mens doet dat niet. Kruistochten hebben niks te maken gehad met de Bijbel. Echt maar ook helemaal niks. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal en daar heb ik ook weer uren voor nodig. Ik rond af. Ik had verteld over vele oorlogen en grote vredes die altijd maar weer mislukten. De vrede van Versailles in 1919, toen nog miljoenen mensen stierven in de Eerste Wereldoorlog, meer dan 10 miljoen. De vrede na de Tweede Wereldoorlog hier in Europa, in het Midden-Oosten, waarin op dit moment staat de teller stil voor de Tweede Wereldoorlog op 72 miljoen bewezen doden. Maar het zullen er waarschijnlijk veel meer zijn. 72 miljoen. En ik ben opgegroeid, zoals ik al vaak verteld heb, tussen allemaal mensen die dat allemaal nog werkelijk hebben beleefd. Grote vredes, mensen hadden de schrik behoorlijk in de benen. En zo zijn wij eigenlijk opgegroeid in een land waar men zei, laten we hopen dat we nooit meer een oorlog krijgen. En nou zie je waarachtig allemaal mensen weer enthousiast worden van, lekker man, een beetje oorlog. Hè, daar in het oosten gebeurt er weer eens wat. Ik zeg het heel cynisch, maar dat is wel de sfeer die je zo proeft. Laatste tekst, Jesaja 9. Jesaja 9. Jesaja 9, vers 5 en 6. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. De grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk om dat te bevestigen. En dat de sterke met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot een eeuwigheid toe de ijver des Heren de Heerscharen zal zulks doen. Dat is die vrede van Jeruzalem. Dat is die vrede waar we naar uit kunnen kijken. Want alleen in de Heer is er vrede voor de mensheid, is er vrede voor deze wereld. Alle menselijke vredes zijn nooit permanent geweest, want dat kan een mens niet. Alleen als de Heer op aarde terugkomt, dan komt de boel dan komt het pas goed. Daarom, bid voor de vrede van Jeruzalem. Tot zover.